Ik heb zelf jarenlang in de gevangenis gezeten. Ik heb veel te maken gehad met geweld, veel te maken gehad met heel veel heftige drugsproblematiek. En voor mij stonden er ook mensen klaar. Nu moet iedereen voor zichzelf zorgen. Ja, sommige mensen kunnen het gewoon niet zelf. Snap je? Zoals mijn vader zei, een kudde schapen is er altijd een die trager loopt dan de rest. En wat schapen doen is die wachten op elkaar. En we leven nu in een maatschappij waar niemand meer zin heeft om op elkaar te wachten. Nou, daar wil ik het verschil in zijn en mijn maat ook. Ik ben inmiddels floormanager geworden bij Heilige Boontjes. Ik ben ooit begonnen als reïntegrant. En nu 3,5 jaar verder heb ik een prachtige functie binnen het bedrijf. Dus ik denk dat het een meer dankbare functie is. Waarin ik veel meer dan alleen maar salaris haal uit mijn functie. Omdat ik zelf het straatleven ook heb gekend. Omdat ik zelf ook uit een negatieve hoek kom. En dankzij de kans die ik hier heb gekregen, mezelf omhoog heb geklommen. Mede dankzij Heilige Boontjes. Maar natuurlijk ook dankzij mijn eigen inzet en motivatie en initiatief. En dat zien de jongeren. Dan waarderen ze heel erg. Werkloos, geen vast inkomen, heel onzeker, een kleine opkomst. Toen werd mij dit aangeboden. Dat heb ik met beide handen aangenomen. Over een half jaar ga ik terug naar school. Zorg en welzijn. Richting het ziekenhuis wil ik heel graag. Ouderen verzorgen, kinderen verzorgen. Ja, met mensen bezig zijn. Puntje bij paaltje komt alles nog goed. Overal kan je zo thuis voelen, maar hier voel ik me echt thuis. Ik woon in een crisisopvang. Ik heb echt veel meegemaakt. Ik blijf mijn best doen, zodat ze kunnen zien dat ik wil veel bereiken. We begeleiden jongeren in een drie-fase methodiek. Die richt zich op twee pijlers, de professionele pijler. Het aanbrengen van arbeidsvaardigheden, werkritme. En dan hebben we de sociale pijler, het wegnemen van schulden, het voorzien in huisvesting. Maar ook gedragsveranderingen en psychotherapie. Wat we trachten te doen is een extended family te zijn. In die familie zijn ook alle rolmodellen vertegenwoordigd. Dus we hebben de patriarch, we hebben de moeder, we hebben de broer. Ja, ik word vaak in de rol van patriarch neergezet. Dus de strenge vader. En je krijgt ook een pak op je sodemieter als je het fout doet. Maar wel een knuffel daarna en kom op, hoe kan je het goed doen?